Welkom. Op deze Prinsjesdag hebben wij hoog bezoek in het oog. De premier en de drie vicepremiers. Welkom Carola Schouten van de ChristenUnie, Kasia Ollongren van D66, Hugo de Jonge van CDA en Mark Rutte van de VVD. Welkom. Dankjewel. Dank. Wij zaten ons af te vragen toen we dit allemaal in gang aan het zetten waren. Is dit jullie eerste interview samen, mevrouw Schouten? Dit is de eerste keer dat wij met z'n vieren een interview doen, volgens mij. Absoluut. Ja. Dus jullie hebben de primeur. En wie heeft er doorgaans, als jullie met z'n vieren zijn, het hoogste woord? Hugo. Oh. Daar kunnen wij helaas geen nadere mee doen. Dat blijft wel. Dus we moeten u een beetje in de gaten houden, meneer de Jonge. Nee, hoor, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Let vooral op de rest, zou ik zeggen. Meneer Rutte, om bij u te beginnen. In het vorige kabinet had u alleen Lodewijk Asscher om mee te sparren en zaken mee te doen. Nu hebt u deze drie. Hoe is dat? Goede vraag. Nee, het was toen goed. Goede samenwerking gehad met Lodewijk Asscher. Dit is totaal anders. Dit is een echt voor mij ook. Mensen zeiden, ja, het kabinet wordt dat niet meer van hetzelfde. Het is totaal anders. Wat is er dan anders aan? Vier partijen, drie vicepremiers, heel andere politieke samenstelling, ander tijdsgewicht. Nu niet in crisis, maar hoe begeleiden we het herstel van Nederland op een verstandige manier? Het is in alle opzichten anders. Maar wat betekent dat voor uw werkdruk bijvoorbeeld? Want u belt zich de hele dag een ongeluk volgens mij met al deze mensen om het in de lucht te houden. Of? Ja, dat valt mee. We hebben natuurlijk Simon Buma, Alexander Pechtold, Gert-Jan Segers en ik hebben echt gezocht naar mensen met een beperkt ego. Dat is bij deze drie gelukt en eigenlijk ook nog wel moet ik zeggen bij de rest van het kabinet. En harde werkers. Dus de meeste mensen ja, die werken gewoon hard en zijn met een vak bezig. Dus dat betreft valt het wel mee. Het is niet zo dat ik de hele dag Carola of Kajsa of Hugo moet bellen van hoe gaat het met je? En als u toch moet bellen met hoe gaat het met je, met wie belt u dan? Met wie belt u het vaakst? Nou, met alle drie wel. Hugo de Jonge is natuurlijk vanuit de portefeuille. VWS is natuurlijk een hele grote portefeuille. Daar hebben we regelmatig contact mee. Hij vervangt mij natuurlijk als eerste in de ministerraad. Dus dan heb je wat meer contact. Kajsa Ollongren heeft natuurlijk heel veel dingen op haar terrein die ook weer raken aan het werk wat ik doe als premier, dus daar hebben we ook heel veel contact over. En Carola Schouten is natuurlijk de meest senior kabinetslid vanuit de ChristenUnie. En daarmee ook weer een essentiële partij. En dus daar is ook eigenlijk heel veel contact mee. Dus u heeft niet één vicepremier met wie u meer belt dan een ander? Nee, ik ga het nu wel nakijken. En omgekeerd. Dus, ja, wij willen het nu ook. Ja. En omgekeerd. Ik wist trouwens een popkapje, maar dat is geen probleem. Oké. Okay. Het is natuurlijk ook zo dat wij niet alleen bellen, maar wij zien elkaar echt heel veel. Hè. Er zijn weken dat ik deze drie mensen echt veel meer zie dan mijn kinderen. Want we overleggen op maandag, op dinsdag, op vrijdag. Het vergaderkabinet heeft u maar dat genoemd, geloof ik. Het vergaderkabinet, het zijn vier partijen. Dan moet je elkaar goed aanvoelen en dan moet je echt goed overleggen en weten wat je doet. En dat gaat wel in hele goede sfeer, maar is heel intensief. Maar gaat het ook ten koste van de kwaliteit af en toe? Dat je zoveel tijd bezig bent met afstemmen? Ja, ik hoop dat het leidt tot juist betere kwaliteit. Ik vind, we moeten niet onderschatten, hè, als je met z'n vieren bent, dan moet je juist investeren in dat afstemmen. En dat doen wij door die vaste momenten, door elkaar steeds op de hoogte te houden, mee te nemen, ruimte te geven. Nou, dat kan volgens mij alleen maar op deze manier. Maar nogmaals, die sfeer is daarbij heel belangrijk en die is ontzettend goed. Ik heb Mark Rutte kende ik al, de twee andere collega's heb ik nu leren kennen en ook enorm leren waarderen. Ja. En is er dan ook een appgroepje van de drie vicepremiers om af en toe toegang tot de premier met z'n drieën even te krijgen? Hoe, raakt u de premier kan daar niet in het appgroepje. De premier kan daar niet in. Hugo de Jonge, is er een vicepremier appgroep? Nou, we appen wel eens onderling, maar we hebben geen appgroepje inderdaad. Nee. 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 Misschien een goed idee. Want hoe zou dat heten dan, dat appgroepje? Ja, dat is een goeie. Daar moeten we eens over nadenken. Het is niet zo dat wij dus heel de dag alleen maar aan het afstemmen zijn met elkaar. Iedereen is ook gewoon bezig met zijn eigen werk, heel intensief. Met zijn eigen beleidsterrein. En dat is ook, dat is natuurlijk ook gewoon primair je taak. Tegelijkertijd moeten er gewoon soms zaken afgestemd worden. En dat gaat op een hele, hele rustige manier en ook heel constructief. Wij kunnen elkaar altijd vrij makkelijk vinden. En wie geeft de premier de meeste weerwoord? Want die zit er natuurlijk al heel lang. Dus die heeft de touwtjes goed in handen, denk ik zo. Wie geeft hem, Carola Schouten, het meeste weerwoord? Nou, het ligt een beetje aan het onderwerp. Het ligt eraan of je ergens veel vanaf weet of dat het je eigen beleidsterrein raakt.
Ik denk dat het ook, Carola bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook de formatie meegemaakt, Mark ook. Hugo en ik niet. Nee. Ja, dus soms kijken we allemaal naar Carola om nog eens even op te diepen. Wat nou maar klopt dat wel? Is dat wel afgesproken? Is dat dan een vraag? Wat de context is, ja, dat soort dingen. Dus dat is belangrijk. Ja, en Carola heeft een schat aan ervaring ook op het sociaal-economische domein. Dus niet alleen haar eigen portefeuille, maar ook het sociaal-economische domein. Dat geldt voor Kajsa natuurlijk als het in het hele bestuurlijke domein. Het interbestuurlijke domein ook met gemeenten. Dus ja, zo vul je elkaar aan. De premier heeft natuurlijk een schat aan ervaring. Dus ja, je probeert het als team te doen. En niet alleen in dit clubje natuurlijk, maar juist in het team in de brede. We zijn met veel. En ja, natuurlijk het vraagt afstemming, maar ik vind dat zelf zeker niet belemmerend. Ik vind het juist fijn. En ik vind het juist mooi om te zien hoe dit team... Ja, je hebt het niet altijd voor het uitkiezen. Je hebt je buren niet voor het uitkiezen, maar je collega's eigenlijk ook niet in zo'n kabinet. En als je dan kijkt hoe goed die samenwerking gaat, hoezeer we de moeilijke besluiten ook echt samen nemen, dat vind ik er heel erg mooi aan. Neem zo'n besluit als wat Tamara van Ark bijvoorbeeld heeft genomen over de loondispensatie. Over de arbeidshandicap. Ja, waarbij je het doel voor ogen houdt, namelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk. Maar zegt, ja, het middel wat we gekozen hebben kan op zo weinig draagvlak rekenen, dat moeten we niet doen. En dan dat je met elkaar het besluit neemt om het anders te gaan doen. Dat is een besluit wat je echt met elkaar neemt. Wie maar dus met Groningen? Hoe is dan de rolverdeling? Is er dan één van u die opstaat en zegt, jongens, we moeten het echt anders doen? Is er dan één... Nee, de bewindspersoon zelf die de portefeuille heeft, is natuurlijk in de lead. Maar wat ik mooi vind is dat er echt ruimte is voor inhoudelijk debat. In het kabinet, binnen de coalitie. Ruimte is om elkaar inderdaad scherp te houden. En dat je daar dus echt als team voor dat type grote besluiten staat. Terwijl dat weer helemaal niet gebeurt bij de dividendbelasting. Dat was ja, regeerakkoord was dat. Meneer Rutte. Dat was in de formatie. Dus dat was een andere fase. Maar dit voorbeeld inderdaad van de loondispensatie. Tamara was tot de conclusie gekomen. Dit is een maatregel die met de beste bedoeling in het regeerakkoord is gekomen. Maar die gaat toch zo niet werken. Nou, die heeft zich ook tot ons gewend. Ook fractievoorzitters. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, oké, laten we kijken of het anders kan. En bij de dividendbelasting was er niemand van de vicepremiers bijvoorbeeld die zei, dit wordt gewoon te ingewikkeld, ook qua draagvlak, dat moeten we niet doen. Ja, natuurlijk hebben we de ruimte genomen in het coalitieoverleg, maar ook wel binnen het kabinet om te zeggen, ja, dit is een maatregel die zich niet lastig laat uitleggen. Ik bedoel, het kabinet niet lastig? Of wel lastig? Sorry, niet gemakkelijk laten uitleggen. En dat betekent dat we daar natuurlijk bij stil hebben gestaan, maar ook wel tot de conclusie zijn gekomen. Ja, weet je wat nog veel moeilijker uit te leggen is? Als je on your watch grote bedrijven laat vertrekken met alle schade aan de economie van dien. Dat is nog veel moeilijker uit te leggen. Is het toeval dat u nu het woord neemt en dat u bijna stil blijft? Ja, dus. En dan heeft u het over... Heb je het over de dividendbelasting, wat uw partij... Mevrouw Schouten van de ChristenUnie en mevrouw Ollongren van D66. Ik vind wel dat collega De Jong het heel goed uitlegt. Ja, maar we hebben uw partij heel weinig gehoord in het verdedigen van deze maatregel. Heeft meneer Rutte, hebt u zich wel eens eenzaam gevoeld? Nee. Terwijl het toch een eenzame aanblik was af en toe als u daar weer in de kamer stond tegenover Lilian Marijnissen die u weer... Oh, dat is altijd leuk. Nee, maar dat is niet eenzaam. Nee, helemaal niet. We hebben dat besluit genomen in de formatie. Ik denk als we nu zouden schrappen dat de waarderingscijfers voor het kabinet dramatisch zouden stijgen. Maar dan loop je het levensgrote risico dat over een tijdje een paar van de grootste bedrijven vertrekken. Dat is in ieder geval waar wij voor vrezen. En wij denken met deze maatregel dat risico te kunnen verminderen. Mm-hmm. En als dat zou gebeuren, dan zou terecht Nederland zeggen. Ja, hallo, wat hebben jullie zitten verkrukken daar? Jullie zijn onder druk van publieke opinie. Maar het is kabinetsbeleid en ik heb u dat beide nog niet horen verdedigen. Mevrouw Longren. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het gaat over het totaal van het beleid. Hè? Dus wij hebben natuurlijk gezien, dit is de afspraak die er gemaakt is. Maar er is bijvoorbeeld ook afgesproken dat we belastingontwijking gaan aanpakken. Er is ook afgesproken dat burgers niet gaan betalen voor het afschaffen van dividendbelasting. Dat het MKB er niet door wordt geraakt. En dat is wat je bespreekt met elkaar. Is het in balans? Voldoet het aan die randvoorwaarden? En dat doet het. Nou. Nou, sterker nog, we hebben ook nog, denk mevrouw ik, ook met deze begroting ook nog wel gezocht naar maatregelen. Ook voor het MKB, om die ook meer nog tegemoet te komen. Dat is gelukkig ook gelukt. Dus wat je moet doen is je moet opletten op nou ja, het geheel van de maatregelen inderdaad wat er ligt. En dan kijk je ook wat je kunt doen op de momenten dat je die besprekingen hebt. Op de begrotingsbesprekingen waarin ook een aantal maatregelen zijn genomen. Die bijvoorbeeld mensen die een eigen bedrijf hebben. Dat heet altijd de directeur groot aandeelhouders, heel technische begrip. Ja, maar waar we daarmee ook nog meer tegemoet zijn gekomen. Maar om nou even terug te gaan naar het samenspel tussen jullie vieren. Wij hebben de vorm van
van uw partij, Geert-Jan Segers, wel eens hele nare dingen horen zeggen over die dividendbelasting. En dat het een meloen is die doorgeslikt moet worden. Ik heb u die maatregel niet horen verdedigen als vicepremier. Nou, maar Geert-Jan Segers heeft aangegeven dat er onderdelen zijn in een regeerakkoord die je meer aanspreken dan andere onderdelen. Ik denk dat dat voor al onze partijen hetzelfde geldt. En vanuit het kabinet is het heel duidelijk. De dividendbelasting staat in het regeerakkoord. Dus ja, dat is een afspraak met vier partijen. Dus dan gaan we dat doen. Alleen het staat in het licht van veel meer onderwerpen, wat mevrouw Ollongren net heeft aangegeven. Maar ook, nou ja, veel breder ook. Ik vond het wel mooi in de troonrede, hadden we het over het vestigingsklimaat. Dan denk je heel gauw aan fiscale maatregelen voor bedrijven. Maar het gaat over onderwijs. Het gaat over wonen, het gaat over onderwijs. Het zijn allemaal factoren die daar belangrijk in zijn. En daar investeert het kabinet in. En meneer Rutte, als je nou moet kiezen, wat was het moeilijkst tot nu toe? Was dat de zaak Lili en Hovink, de uitbreiding van Lelystad, de discussie of de afschaffing van de dividendbelasting? Als je kijkt, aardgas binnen de coalitie. Nou, niet binnen de coalitie, maar dat was een ingewikkeld besluit. Omdat wij natuurlijk in de formatie dachten, we kunnen iets terug. En daar komt Erik Wiebes binnenwandelen en die zegt, nou, we kunnen waarschijnlijk veel sneller terug. Nou, dan moet je allemaal wel even die reis meemaken. Dat heeft natuurlijk allemaal implicaties. Maar dat hebben we ook gedaan omdat we zeiden, veiligheid voorop. En als het dus sneller kan, dan doen we het ook sneller. Maar het is natuurlijk een transformationeel, het is een reusachtig besluit wat we genomen hebben. En dat heeft niet tot spanningen geleid, maar het was wel spannend om dat besluit te nemen. Ja, en daar hebben we met elkaar heel intensief over gesproken. En als je dan hebt over jullie vier, wat was het meest spannende dossier? Misschien wel een andere dan die drie die ik noemde, maar het meest spannend politiek gezien? Nou, geen dossiers waar we volgens mij, kan ik zo gauw herinneren, waar wij ruzie over hadden met elkaar. Maar wel waarvan we zeiden, dit is groot. En ik vond dit, ja, dit is een hele grote. Aardgas, misschien. De plotselinge asielvergunning voor Lili en Hauwik, die heeft in de coalitie voor spanningen gezorgd. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Nou, luister, je weet natuurlijk dat er... Een zucht bij Hugo de Jonge. Nou, ik zie het toch anders. Daar heeft de staatssecretaris gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Daar hebben wij verder allemaal niets mee te maken. Dat is een bevoegdheid die hij heeft. Maar het ging en er was daarvoor bij sommige partijen natuurlijk meer en minder zorg over hoe dat allemaal ging. Maar daar konden we altijd heel goed over praten. Het was toch te danken aan D66 en de ChristenUnie dat uiteindelijk de staatssecretaris dat besluit nam? Nou, in ieder geval, hoe het werkt met de discretionaire bevoegdheid is dat de staatssecretaris of minister die die portefeuille heeft, die kan... En dan geeft hij nooit een toelichting op. Dat is altijd zijn of haar besluit. Kan in bijzondere omstandigheden besluiten. Nee, dat weten dat we maar. En zo is het hier gegaan. En wat er precies allemaal vooraf is gebeurd, ja, daar ben ik ook niemand bij. Maar hij heeft daar gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden. En dan zitten jullie op maandagochtend bij elkaar met de vier fractieleiders erbij. En hoe gaat dat dan? Dan worden even de koppen tegen elkaar geslagen over of dat nou allemaal goed is gegaan die zaterdag of niet. Ja, daar zijn hele... Meneer de Jonge? Ja, daar zijn wel eens beelden over die niet helemaal overeenkomstig met de werkelijkheid zijn. Eigenlijk is dat namelijk gewoon, dat is een afstemmingsoverleg natuurlijk. Daar zitten vier partijen aan tafel die niet tot dezelfde bloedgroepen horen. En je zou van een afstandje kunnen zeggen wat een exotische samenstelling eigenlijk. Dat hebben we eigenlijk nog nooit op deze manier geprobeerd. En tegelijkertijd zijn het gewoon vier partijen die... Die hun inbreng veiligstellen in dat regeerakkoord. En niet alle afspraken zijn gemaakt in dat regeerakkoord. Precies. Nieuwe dingen tegen. Nou, en daarover heb je met elkaar het gesprek. Maar dat is doorgaans juist een heel gemoedelijk gesprek. We hebben wel eens een keer gehad... Doorgaans? Ja, we hebben wel eens een keer gehad dat er... Er staat een enorme joekel van de tv op mijn kamer. Heel groot ding. Met teletext erop. Met teletext erop. Iedereen komt er naar te kijken. Er komen wel eens berichten binnen van gedoe binnen de coalitie. Dat wij gewoon aan tafel buitengewoon gemoedelijk met elkaar aan het vergaderen zijn. En dat toch op teletext verschijnt gedoe binnen de coalitie. En dat wij dat zien verschijnen. Dat we elkaar aankijken. Dat we denken, nou, valt volgens mij best mee. En kijk, met z'n vieren heb je af en toe natuurlijk dat het schuurt. Maar dat hoort. Iedereen zit daar met zijn eigen overtuiging. Met zijn eigen achtergrond, met zijn eigen partijprogramma, zijn eigen inbreng in het regeerakkoord. Maar wel om eruit te komen en om het goede te doen. Maar waar schuurt het dan, mevrouw Schouten? Dat zijn diverse onderwerpen. Ik denk dat als je het debat in de Kamer volgt, dat je ook ongeveer wel kunt inschatten waar de discussies over zijn. Maar het gaat breder. Het gaat over heel veel onderwerpen waar we soms echt wel eens echt even de scherpte op zoeken om te kijken hoe staan we nou in deze discussie. Een thema waar we nu ook veel met elkaar over hebben, is bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Daar liggen grote plannen. Er zijn veel zaken die ook met het bedrijfsleven, maar ook met allerlei maatschappelijke organisaties, ook op mijn terrein qua landbouw, veel partijen die daarbij betrokken zijn, intensief meegedacht hebben. Hoe kunnen we die immense klimaatopgave nu handen en voeten geven? Ja, daar zijn natuurlijk verschillende ideeën ook over, ook bij de partijen. Gelukkig, zeg ik zelfs, want als het een soort monotoon gezelschap was waar we alleen maar elkaar aan het napraten waren, ja, dan hadden we dat afstemmingsoverleg ook niet nodig. En die scherpte moet je erin hebben. En mevrouw Ollongren, bent u dan iemand die de scherpte erin brengt? Ja, te beginnen wil ik even aanvullen dat het zou gek zijn
als we het allemaal met elkaar eens zouden zijn. Het zijn vier verschillende, echt heel verschillende partijen. Ook ideologisch verschillende partijen. Maar het zijn wel vier partijen die gezegd hebben, wij nemen verantwoordelijkheid na de uitslag van de verkiezingen om samen dat land te regeren. Als je dat doet, je hebt het regeerakkoord, dat legt een fundament. Dat is belangrijk, dat voeren we natuurlijk uit. Maar er gebeuren ook dingen. Hè. Mark Rutte schetste net hoe het ging met het gas in Groningen. De woningmarkt, hè, daar is natuurlijk wel wat aan de hand. Dat hadden we in deze mate eigenlijk niet voorzien. Dat betekent dat we moeten handelen. Dat betekent dat we ook nieuwe maatregelen moeten verzinnen die nog niet in het regeerakkoord staat. Maar die woningmarkt, dat is een onderwerp op uw terrein. Ja. Bent u dan op andere terreinen iemand die zegt van jongens, zo kan het echt niet, we moeten nu de scherpte van de discussie opzoeken? Bent u dan degene die die discussie aanjaagt? Ja, het is heel moeilijk. Het is wat Carola net al zei, dat is niet altijd dezelfde persoon. Dat hangt een beetje van het onderwerp af. Het hangt van de politieke verhouding af. De ene keer komt het vooral uit de Kamer, dus van de fractievoorzitters. De andere keer komt het uit het kabinet. Het kan ook over de portefeuille gaan van een andere bewindspersoon. Soms wordt hij ook wel uitgenodigd om mee te praten aan tafel. Dus dat hangt er erg van af. En het klinkt een beetje alsof het makkelijker is dan met de Partij van de Arbeid, meneer Rutte. Klopt dat? Het is anders. Ja, toch? Ik weet, het was heel gezellig en goed met Diederik Samson, maar de gemoedelijkheid die hier opstijgt, die had ik met Asscher niet helemaal meer in beeld op het eind. Ja, maar het was weer een ander kabinet. Ik ga geen lelijke of dingen zeggen over de vorige coalitie. We hebben met elkaar die rit helemaal uit kunnen maken en in moeilijke omstandigheden gereorganiseerd en hervormd en moeilijke dingen gedaan. Wat ik heel leuk vind aan dit team is een beetje wat Kajsa beschrijft. We zijn verschillend. Natuurlijk hebben we af en toe hoogoplopende discussies. Jullie willen natuurlijk weten over welk onderwerp, wanneer en rugnummers. Dat kunnen we hier niet delen, want dan kun je de discussie niet meer hebben. Want dan komt dat de volgende keer in de radio-uitzending. Dat is een beetje vervelend, maar dat moet even wachten op de biografieën. Maar voor dit moment geldt natuurlijk. U dat, maakt dat, wel elke dag aantekeningen, nee, neem ik aan, hè, voor die biografie. Maar dat is logisch. Wat ik vooral heel belangrijk vind, als dan zo'n discussie klaar is, dat we zeker weten dat er niet nog ergens een druppeltje irritatie of gedoe zit. En dan is Kajsa Ollengren wel een van degenen die vaak vanuit, is dat nou allemaal gebeurd? Of Carola Schouten vanuit de inhoud, die zegt, ja, maar je bent dit aspect nu met elkaar vergeten. En dan is zij vaak iemand die een aspect op tafel legt waarvan we allemaal denken, oh ja, dat is waar ook, maar hem helemaal kwijt. En mevrouw Ollengren voor de sfeer, neem ik aan, hoor. Kajsa Ollengren heel erg sterk van, weten we nou zeker dat we het nou eens zijn? Ja. Dus door iedereen zijn irritaties uitgesproken. En Hugo de Jonge? En Hugo de Jonge is procesmatig razendsterk. Die kan dus, wat bijvoorbeeld heel ingewikkeld was rondom aardgas en klimaat, is dat er ontzettend veel besluiten over elkaar worden genomen. En dan zijn degene die men belt en zegt, joh, zullen we niet kijken of we daar iets meer structuur in die besluitvorming kunnen krijgen? En dan zeg ik, jij hebt helemaal gelijk. Dat gaat nu allemaal te hapsnap. Nou, dat waardeer ik enorm. Hij is heel erg goed in besluitvorming gewoon in proces zetten. En daar de irritaties voorkomen. Het lijkt heel bureaucratisch, maar je moet dat doen, omdat je anders onnodig ruzie krijgt. En meneer De Jonge, wat doet premier Rutte in dat spel dan goed? Hè? Die moet dan ook nu een complimentje krijgen, absoluut, toch? Nee, maar ik ben blij dat u mij de beurt geeft om onze premier een complimentje te geven. Mark Rutte is een hele goede teamleider eigenlijk. Dus zorg dat het team bij elkaar blijft. Heeft ongelooflijk goed oog voor mensen. Als je een compromis hebt gesloten, je hebt met elkaar een besluit genomen om te kijken waar er nog bij iemand irritatie zit die weggepoetst moet worden. Een ontzettend goede teamleider om de club bij elkaar te houden. Mark zei net, we hebben een club uitgezocht met weinig ego's. Ik denk dat dat waar is. Ik heb wel eens een collega horen zeggen, het zijn allemaal mensen die hun vak heel erg serieus nemen en zichzelf net wat minder. En je komt het in de politiek nog wel eens andersom tegen. Maar onze voorzitter zelf, Mark Rutte zelf, zorgt er ook heel erg voor dat team echt een team is. Dat je moeilijke besluiten, grote besluiten met elkaar neemt. En ja, daaraan zie je dat hij een bak van ervaring heeft, maar dat dus ook echt de stijl van leiding geeft. Mag ik je nog één compliment aan toevoegen? Nou, heel kort. Wij zijn allemaal nieuw in deze functie. Wij zijn oktober begonnen vorig jaar. Mark Rutte doet dit al 8 jaar. Het is een slopende baan. En als je ziet hoeveel energie hij nog brengt, dat vind ik echt fantastisch. Dan nu nog maar even naar de inhoud. Ja, even doorgaan. Ik wilde even over de troonrede. Wat ik opvallend vond in de troonrede is de vraag, of is de zin, dat het gaat ook om vragen die niet in een rekenmachine passen. Ik zat me af te vragen, wie van u heeft die tekst in de troonrede gekregen? Ik denk de ChristenUnie. Klopt dat, mevrouw Schouten? Nou, als ik heel eerlijk ben, we hebben een paar mensen die teksten ook schrijven. En die zin die kwam uit de koker van de tekstschrijvers. Die hadden echt wel bedacht om deze zo neer te zetten. Maar we hebben het wel met elkaar erover gehad. Van samenleven, dat gaat niet. Maar wacht even, tekstschrijvers zonder politiek signatuur?
begrijp ik. Ik kan u een geheim verklappen. Die tekst die wordt niet helemaal door onszelf geschreven. En er zijn wat mensen die daar gewoon... Maar wij denken altijd dat u daar wel invloed op hebt, op wat er dan in staat. Dus. U mag ervan uitgaan dat daar inderdaad wij bepalen wat de inhoud is. Alleen welke zin je daar precies aan in meegeeft. Alleen het is waar dat wij wel met elkaar de discussie hebben gevoerd. Samenleven, dat gaat niet alleen over koopkrachtplaatjes. En wie is die wij, even voor de duidelijkheid? Wij met z'n vieren. Ja. Ja, ja. Wij met z'n vieren. Zit ook in het regeerakkoord, hè? Zeker. En ik snap dat heel veel mensen ook zeggen, hè, wat betekent dit nou precies voor ons ook financieel? Maar ik denk dat heel veel mensen zich ook afvragen, wat betekent dit nou ook op de manier waarop mijn zorg is vormgegeven? Wat betekent het inderdaad over thema's als eenzaamheid? Wat betekent dat over... hoe wij met elkaar niet naast elkaar leven, maar met elkaar leven. Een andere zin uit de troonrede. Die in de troonrede staat. Ja. En dat is denk ik ook de opdracht die wij als kabinet hebben. Niet alleen om te kijken hoe gaat het nou financieel met Nederland. Maar vooral ook te kijken hoe leven wij samen met elkaar. En wat is daarvoor nodig als dat niet vanzelf gaat. En dat zijn indringende discussies die wij ook in het kabinet voeren. Denk ook maar bijvoorbeeld aan het integratiedossier. Denk ook aan zaken rondom, wat ik al zei, meer mensen die hier in de troonrede werd genoemd. Bijvoorbeeld mensen met schulden, mensen mm-hmm. die met verward gedrag... Die werden in één adem genoemd. Dat was wel opvallend. Maar dat was meer om aan te geven mensen die normaal aan de marge bijna soms van de samenleving staan, werden in deze troonrede in het midden gezet. En dat is ook een opdracht die wij hebben. En daar zijn we ook keihard aan de slag. Ja. Om daar ook aan de weg, om daar een maatregel op te nemen. Nou kan ik me voorstellen dat uw partij zich daarbij thuis voelt bij dat soort teksten. Maar van uw partij weet ik dat niet zo zeker. Ja, is dat ook wel iets waar D66 zich... Absoluut. In herkent? Absoluut. Wij gaan natuurlijk heel erg uit van dat je mensen kansen moet geven. En er zijn groepen in onze maatschappij die gewoon minder kansen hebben dan anderen. En dus het gaat ook over eigenlijk het toerusten van mensen zorgen. Dat er onderwijs, zorg is en mensen een dak boven mm-hmm. hun hoofd hebben. Dat is een sociale kant. Ik denk dat het ook eigenlijk heel erg logisch is dat deze vier middenpartijen, want dat zijn we toch, hè, alle vier, zich juist daar druk om maken. En de passage die Carola Schouten net noemde, die ging er ook over dat wij dat ook niet alleen kunnen doen. Maar dat we daar de gemeente bij nodig hebben. Dat we allerlei partijen uit de samenleving nodig hebben. Dat straalt de troonrede denk ik ook heel erg uit. En niemand kan het eigenlijk alleen doen. Wij proberen de partijen bij elkaar te brengen. Wij proberen daar onze bijdrage aan te geven. Maar uiteindelijk moet het toch gebeuren door de zorginstelling, door de gemeente, door al diegenen, de mensen, de professionals die het doen. En nu zit het debat met de Kamer daar aan te komen over de stukken van Prinsjesdag, de miljoenennota. Meneer Rutte, het is uw zoveelste debat, hè, al over Prinsjesdag. Ja, maar blijft razend spannend. De oppositie, als u kijkt naar de... U heeft vast even een beetje links en rechts gescand wat die vandaag gezegd hebben. Zaten er nog verrassingen tussen? Nee. En zegt dat iets over de oppositie of over u inmiddels? Nee, over de oppositie, dat ze dus heel consequent zijn. Dus dat wordt een eitje, die algemene beschouwingen? Nee, want daar zitten stevige reflecties in op ons geweldige beleid. Dus er zullen vast een stevig debat over voeren. Maar ik zag niet vandaag hele nieuwe dingen ineens. Nee. En u, meneer De Jonge? Nee, ik heb eigenlijk ook te weinig tijd gehad om de reacties te bekijken. Maar ik beloof dat ik vanavond alle reacties ga scannen ter voorbereiding op het debat van morgen. Maar het is wel zo Schuiten? Wat de premier ook zegt, het zijn ook reflecties op je beleid. En daar moet je dus ook serieus mee omgaan. Ja. Dat zullen wij ook doen op het moment dat het debat ook aangegaan wordt. Precies. En ook kijken, en dat, ik denk dat aan het eind van de troonrede ook al duidelijk was. We kijken ook waar we gewoon meerderheden kunnen vormen, breder dan alleen maar dit kabinet. Omdat het uiteindelijk gaat om ook breed draagvlak in de samenleving. Goed, hartelijk dank. U spreekt elkaar dagelijks met z'n vieren. Dit was het eerste interview dat jullie met z'n vieren gaven. Was het oké zo? Voortaan iedere vrijdag. Ik vond het eigenlijk met meneer De Jonge wel meevallen. Nou, weet je, maken we hier een wekelijkse exercitie van, hoor. Ja. Iedere vrijdag, maar u heeft het niet zo jaarlijks afspreken. Ik heb me ontzettend ingehouden. Voor 20 minuten lukt me dat. Nou, goed. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Dank jullie wel. Leuk. Precies, Nieuwsuur. Ja. Dan gaan jullie ook met z'n vieren naartoe? Nee, dat mag hij niet mee. Ja.